Goeiedag, weet hoe je leeft dus. Hoi. Nou, vandaag gaan we het eens even hebben over... Over weet hoe je leeft. Wacht even. Oh, ik heb hier scham aan de zijkant van mijn... Maar goed, dat komt later wel. Hoe het allemaal is begonnen. Het begon allemaal als een rozenkwekerij. Peters... Ooit begon als een rozenkwekerij in Wateringen. En daarna heeft hij het in Almere doorgezet. En toen was ik nog een klein jochie. Toen kwam ik bij Selma spelen heel vaak. En toen ik daar later aan kwam, toen was het Weet Hoe Je Leeft. En ze zijn in de tussentijd zijn ze zo gegroeid. Er zijn heel veel mensen bijgekomen. We hebben nu een, we hebben zoveel meegemaakt daar. We hebben een opleidingswinkel, we hebben een houtwerkplaats, we hebben een fietsenwerkplaats. Er lopen mensen van verschillende aard loopt daar rond. Het is eigenlijk een kleinschalig bedrijf. Ik ga straks ergens een klein stukje van de opening van de opleidingswinkel hier tussen plakken, maar dus dat probeer ik er straks nog ergens tussen te doen. Dus waarschijnlijk komt er ergens aan het eind van deze video, ik probeer er nog tussen te plakken, de opening van de opleidingswinkel, waar iedereen bij was. Ik ga geen namen noemen wie er allemaal bij waren. Maar ik probeer straks nog ergens ertussendoor nog de opening van de opleidingswinkel, probeer ik daar nog ergens tussen te plakken. Maar in ieder geval... Ja, Weet Hoe Je Leeft is een goed bedrijf. Heel veel mensen kunnen zich gedragen, maar er zijn ook helaas mensen die zich misdragen. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Als je een dagbesteding hebt, hè, dan hoef je niet van iedereen te verwachten dat ze 100% medewerking vertonen. Dus ja, maar goed, ik heb nu 1 week nog vakantie. In ieder geval aankomende week heb ik vakantie. En dan na deze week ga ik weer werken daar bij Weet Hoe Je Leeft, op dinsdag en woensdag. Wat er donderdag is gebeurd, dat is nu niet van belang. Maar in ieder geval, het is een leuk bedrijf, dus ik laat een linkje van de website achter hier. Maar het is in ieder geval een leuk bedrijfje geworden. Iedereen heeft het naar zijn zin daar. En ik ook. Ik heb het ook. Ook al maak ik het Peter Jolanda soms een beetje moeilijk met dat weglopen en zo. Maar weet je, ik moet gewoon blijven gaan en proberen te blijven. Maar ja, er zijn wel wat dingetjes. Maar voorgespeeld. Bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel mensen die persoonlijk wel mag en zo. Kijk, en natuurlijk, er zijn wel 2 of 3 mensen die ertussen zitten, die je natuurlijk niet mag. Of waar je ruzie mee hebt gehad bijvoorbeeld. Maar ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. In ieder geval, blijf duimpje omhoog voor deze video. En voor Jolanda en Peet. En ik zie jullie. Hoi hoi.